Ja, als je kijkt naar hoe je integreert, hè, hoe je die lessen dan integreert. We hebben ooit onderzoek gedaan met geschiedenisdocenten, waarbij we 15 lessen geschiedenis hebben herontworpen en daarin die informatievaardigheden hebben geïntegreerd. En leerlingen kregen dan ook gewoon proceswerkbladen waarbij ze die stappen moesten lopen. We hebben mindmaps gemaakt met wat zijn allemaal criteria om te beoordelen. En dus ook de taken daar mooi op laten aansluiten. En die groep die hebben we vergeleken met twee klassen experimenteel, laat maar zeggen, die dus die nieuwe lessen kregen. En twee klassen die als het ware gewoon het geschiedenisonderwijs kregen, Tweede Wereldoorlog. En uiteindelijk allemaal hetzelfde proefwerk gemaakt. En wat we zagen was dat de leerlingen die nieuwe lessen hebben gekregen, die waren informatievaardiger en waren beter in het beoordelen van informatie. Maar hun geschiedeniscijfer deed ook niet onder. Was eigenlijk, ja, eigenlijk net iets hoger. Dus nou, dat is eigenlijk prima. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Hè, de geschiedenis, de inhoud leidt er niet onder, maar ze zijn vervolgens ook nog informatievaardiger. En eigenlijk misschien wel het mooiste opbrengst van het onderzoek was dat een van de docenten op een gegeven moment zei, maar ik kan niet meer anders. Ik blijf dit doen en ik vind het van belang. Dus dat is eigenlijk een mooie opbrengst.